maisdingetjes, ja. Glutenvrij en citroensap. Maar dit is geen limoncello, dit is citroensap. Ja, limoncello. Proost! Ik vind het zo spannend. Kijk, daar komt onze sportvrouw van het jaar aan. En even laten zien ons plekje deze keer op Las Torres. We hebben een kleine uitbreiding, want kijk, we hebben een Spaans autootje gehuurd. En het past allemaal perfect op onze plek. Zie je, ruimte genoeg. Zelfs nog voor de droogmolen van Brigitte, die past achter de auto. En we gaan maar even alles verkennen, denk ik, of niet? Ben er klaar voor? We hebben hem 2 weken. Vandaag gaan we even naar een soort van kampeerwinkel. Gaan we eens even kijken. Het is geen idee. Maar Jan Kaas, de Hollander, loopt in Spanje in een Engelse winkel en je ziet het, Brexit, en heel veel schappen zijn gewoon leeg. Dus ze vullen alles naar voren op en ze hebben toch nog van alles. Maar ook wel weer leuk om eens in een Engelse winkel te zijn. Wat ga je doen? Ik ga, hoe heet het spul, gepofte mais zoeken. Die mijn vrouw zo gemeen verstopt heeft. Ja, want ik moet een beetje dat in de gaten houden. Tada! Dit is de snackkast. Ja, dus ik had ze verstopt in de niet-snackkast. Maar kijk, dit zijn echt lekkere dingetjes. Mais Mio Gigante of zoiets, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, dat is jouw nieuwe favoriete snackje. Ja. Hey, en weet je, heel gezond, want het is glutenvrij. Mm-hmm. Eet smakelijk. Dankjewel. Dus we hebben dus de mais dingetjes. En wat is dat glaasje wat ernaast staat? Wat is dat? Dat is citroensap. Ja, vitamintjes. Ja, ik heb te weinig vitamine C. Ja. Dus neem ik citroensap. Oh, dus een limoncello is citroensap. Dus dat is eigenlijk heel gezond. Dus je hebt glutenvrije maisdingetjes, ja. Glutenvrij en citroensap. Maar dit is geen limoncello, dit is citroensap. Ja, limoncello. Proost. Goedemiddag. Het gaat goed met ons, want ik ben de dag en de datum helemaal kwijt. Maar in ieder geval, de tweede dag dat we ons autootje hebben. En we zijn onderweg geweest naar een giga groot winkelcentrum. Ja, gewoon totaal verkeerd gepland, te laat op weg. Maar wel van alles gezien. En weet je wat we ook hebben gezien? TÜV Rijnland. In Cartagena. Dus we hoeven helemaal niet terug. Nee joh. We doen gewoon hier de TÜV. Laten we hier de trekhaker onder zetten. Nee. Ja. Maar we hebben in ieder geval wel wat gescoord bij, kijk of ik het in beeld, bij de Decathlon. Ja, ik heb een Astrid Zuurstok roze jasje. We hebben een windscherm. Yeah, daar zijn we dus heel blij mee. Goedemorgen, vrijdag 5 maart. En jullie zien daar net de bergen. En vanuit die bergen komt er altijd best wel wat wind. Dus, de storm is gaan liggen, maar wij hebben een windscherm gekocht. Niet zo'n fancy ding van heel veel centjes, wat we gewoon niet weten van, hè, vinden we het wat, vinden we het fijn. En nou, waar komt deze vandaan? De Spaanse Decathlon. Ja, dat was ook een fantastische winkel. Groot, heel groot. Ja, enorm groot. En
Een zoekplaatje? Ah, oké. Ja, ik heb nog nooit voor mijn levende mensen hebben elkaar gezet. Ja, dus, ik heb daarnaar herinneringen aan, dus ik ga heel leuk filmen. Maar in ieder geval, de Decathlon, weet je wat daar zo leuk aan is? Daar hebben ze gewoon van die bakken. En daar leg je dan gewoon je aankopen in. En dan zegt het apparaat, blubblubblub, en dat heb je. En dan betaal je. Ja, het is gewoon fantastisch. Hey. Makrelen. Lekkere haringjes. Dus, nou, hier gaan wij eens een filmpje van maken hoe dat dan werkt. Ja, misschien moet ik stokjes gaan vasthouden. Ja, hoe moet ik dan filmen? We gaan het zien. Het is echt heel hard. Ja. Ik ken een hele goede timmerman als man. Ah. Ja. Buenas tardes. Het is nu een goede namiddag, ja. Buenas tardes. Buenas tardes. We hebben een vrolijke mededeling. We zijn net bij de receptie. We zijn net bij de receptie geweest. En we hebben, na een eerste mislukking, hebben wij nu succesvol een reserveringsformulier achter mogen laten met wat geld. Ja. En we hebben volgend jaar op deze camping een plekje. Yes. Dus zeggen wij, proost. Proost. Op onze reservering. Yeah. En proost. We zijn er heel blij mee. Ja, vanmorgen was er eens niks. Ja. Maar er was een klein foutje. En ja, we hebben het nu geregeld met Carolina. Zoiets. Carola. Zoiets. De vrouw van de eigenaar. We hebben een, in principe hebben wij een plaats gereserveerd die zeker vrij is. Ja. Met optie op betere plekken. Ja. Als er dan iemand af moet zeggen, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij daarna, dan krijgen wij daar de eerste prio in. Ja. En dan krijgen wij een mooi plekje voor de komende winter. Ja. Hey, en weet je wat je even moet laten zien? Het windscherm wat je verplaatst hebt. Ja. Ja, joh, doe even. Het windscherm verplaatst. Voor het eerst in zijn leven een windscherm. Dat is toch kei gaaf gedaan. Kijk, we hebben nu... Die schaduw vind ik mooi van. Dat betekent dat de zon schijnt. Ja. Dus we hebben nu een soort van, ja, een soort van woonkamer idee. Onze auto staat in de carport, zeg maar. En dit is onze woonkamerplekje. Ja, we kunnen daar niet meer blikken. Het was al een dingetje. Dus als we dit, kijk, dit is een probeersel. Hè. Dit is, maar ja, je zal hier denk ik toch zo'n stormwindschermen nodig hebben. Als we het nodig hebben. Want daar hebben we amper wind, hè, waar we ja. Het nieuwe plekje. Ja, daar zou ik een raampje zijn willen. Leuk, nieuw windscherm. Yay. Wat ben je aan het doen? Slaat eten. Zonder weg te gooien. Wat heb je gemaakt? Dit is een broodje gezond. We hadden een wrapje gezond. Het ziet er wel heel lekker uit, ja. Ja, met paardenradijs. Letterlijk vertaald. En ja, alle restjes opeten. Eet smakelijk. We zijn, als het goed is, onderweg naar de Kanonnen. Maar weer een totaal andere wereld. Ongelooflijk. En wat een hobbelweg. Maar dat past ook wel bij het gebied. We zullen zo wat meer laten zien. Echt heel mooi. Op de bobbel. Oh.
misschien moet jij toch ook even een filmpje maken? Want het is wel heel mooi.